speel. Ik hoef niet meer bij jullie in het kampje te zitten. Want ik heb toch geen inspraak. En uiteindelijk, ja, Jesse bepaalt toch wel. Dus wat heb ik erbij te zoeken? De Messias, de leider, de grote macht in Utopia. Dat we die allemaal maar lekker in de Polonaise volgen. En daar pas ik voor. Dat heb ik letterlijk zo tegen Merel gezegd. En het... Wat zei ze toen? Oh, daarom ging ze zo vroeg naar bed. Het is helemaal van slag natuurlijk. Ja, tuurlijk. Oké. Maar dat zag je toch ook aan Jes? Jes wou ook gelijk met me praten. Ik zei, laat me lekker even sieren in het eigen prutje. Ja, precies. Laat ze maar even lekker even over babbelen. Want die zijn nog lang niet uitgesproken. En wat mij betreft krijgt Jesse 3. Alleen als ik de garantie krijg dat wat jij zegt, hè, van wat Merel allemaal tegen mij heeft gezegd, grotendeels niet waar is. Mm-hmm. Dat klopt. Mm-hmm. Ja, ik snap het ook gewoon niet. Ik bedoel, waarom zouden ze zich überhaupt zo druk maken om ons, snap je? Kijk, ben ik echt verdrietig? Oké. Snap je, dan begrijp ik, want ik zag vanmorgen wel woede in haar ogen. Toen... Nou, ik vind als het dus niet waar is, dan vind ik het echt... Ik kan me niet eens herinneren wanneer ik ooit... wanneer de laatste keer was hier dat ik huilde behalve bij een afscheid. Mm-hmm. Maar waarom zou ik om jou... Ja, waarom zou ik gaan huilen? Ik moet wel eerlijk zeggen dat toen we afstand hadden vorig weekend, dat ik wel toen twijfelde van, maar betekent ik echt wel niks voor, een beetje wel zo. Ja, nee, maar dat begrijp ik nog wel. Want ik had precies hetzelfde. En toen kwam ik ook naar je toe van, joh, hey, er is iets wat niet helemaal klopt hier. En dit is eigenlijk precies wat ik bedoel. Dat wat ik tegen jou zei in het huisje. Van, ik weet niet, er is iets wat niet helemaal goed voelt. Er is hier ergens iets wat niet helemaal fair is. Maar maar Fren, even eerlijk hè, ik begrijp het niet. Maar ze doen fucking verbaasd hè, van oh wat ik nu zeg en doe, wow shit, woe. Zijn ze dat, ik kan, heel eerlijk gezegd kan ik niet geloven dat ze aan toneelspelen zijn. Nou, ik kan het ook niet geloven, snap je, daarom zit ik zo van, ik zit echt zo nu al 2 dagen. Ik weet het echt niet. Nou, ik heb in ieder geval laten zien dat het echt finito is. Dat het echt klaar is. En ik was echt ook woedend, jongen. Woe! Maar jullie waren lang in gesprek over. Ja. En ik merkte ook dat ik heel erg woedend werd. Want dan begin ik veel harder te praten. Ja. Jij had ook helemaal rode wangen toen je bent. Ja. Maar ik was heel erg duidelijk. Ik zei van, joh, het is echt klaar. Het is, weet je, ik ben een nuchtere Fries. En je kan heel veel bij me flikken. Ik doe heel veel water bij de wijn. En dat vind ik allemaal dikke prima. Maar op een gegeven moment, als je me zo loopt te fucken, is het klaar, is het potje gebroken, is niet meer te lijmen. In ieder geval hier niet meer. En heel eerlijk gezegd, mocht dit allemaal zo zijn en dat het allemaal zo uit de hand is gelopen. En... het blijkt echt zo te zijn, dan moet hij niet anders hebben gedacht van, dat hij dat bij mij had kunnen flikken. Dat het wel weer goed kwam en dat het wel weer prima was. Ja. Want ik denk niet dat hij dit had verwacht. Nee, zeker niet. Dit hadden ze allebei niet verwacht. Dat jij zegt, ik trek me terug en dat is zeker niet. Want als ze dat hadden geweten, was dat risico echt niet gelopen. Nee. En ik hou mijn poot stijf. Joh, en weet je, misschien maken we wel een hele verkeerde keuze. Misschien had ik ook wel voor de veilige weg moeten kiezen, maar ik laat me niet zo bedonderen. Ja. En uiteindelijk, als je morgen wel met Merel praat, maak het wel echt duidelijk, hè. En kijk, ik moet heel eerlijk bekennen, ik vond het ook altijd wel moeilijk. Van, hè, Jesse is mijn maat, Merel is mijn maatje, was mijn maatje. Ik kon ook niet zo heel moeilijk, of ik kon ook niet zo makkelijk boos op ze worden. Maar nu ik dit heb gedaan, ik heb heel helder en goed gecommuniceerd. En ik heb precies gezegd wat op staat. Met echt veel emotie voelt het echt fucking goed. Ja.
En gewoon, wat Lex ook zei, van duidelijk je grens aangeven. Je op je strepen staan. Zeggen van, joh, wat jullie hebben geflikt, dat kan niet. En daar ga ik niet mee akkoord. Ja, maar dat zegt hij ook altijd tegen mij. Maar ja, jij bent Merel en ik ben Gerrit. En jij staat dichterbij, Jessie, want jij slaapt in één ruimte met hem. En allemaal hartstikke leuk. Maar ik ga er niet mee akkoord. En dan kan jij er wel akkoord mee gaan, maar dat is jouw eigen keuze. Maar ik niet. En het is heel duidelijk om, als het echt om waarheden zijn, dat je echt op je strepen gaat staan en zegt van, joh, wat jij hebt gezegd, vind ik echt niet kunnen. Ja, vind je het prima als ik het morgen tegen Merel zeg? Ja hoor. Wat jij tegen mij kan? Ja, tuurlijk. Ja. Ik had het liever gehad al nu, maar ik snap ook wel dat ik kom gelijk ook. Ja. Ik snap heel goed dat het ook een beetje onprettig is. En ja, ik ga sowieso die boos. Nee, en aan de andere kant vind ik het, is het ook wel heel logisch hoor. Want als je met Merel praat, praat je ook met Jessie. En dat doe ik je ook weer niet aan. Nee. Moet je jezelf ook niet aan willen doen. Nee, joh. Maar ik denk dat ze heel erg geschrokken zijn nu. Nou, laat maar even lekker toch. Sorry. Ik heb 4, 5 bitches in mijn hand. Ik lach ze me.